Toen ik dit voor de eerste keer zag, dan was dat voor mij totaal onverwachts. Al die handen uit die muur vandaan. Ik bedoel, als je überhaupt al iets verwacht op zo'n moment, dan is het toch wel vanaf de andere kant en niet vanuit de muur zelf. Dus dat vond ik een vrij goed effect. En de film begint in mij. Dus je zit ook meteen in die spanning. En dat houdt wel even vast. Het vult 80% van mijn leven. Maar dat komt ook, denk ik, omdat ik zelf de ambitie heb om films te maken. Dus het is zeker meer dan een hobby. Het moet mijn beroep worden. Buiten die beroepskeuze van mij is het ook gewoon een pure obsessie. Zoals sommige films heb ik zeker 20 keer gezien. Ik denk dat als het alleen een hobby is, dus een liefhebberij, dat iemand dan gewoon 1 keer een film kijkt en that's it. Vooral het mooiste gedeelte van die transformatie is het transformeren van de hand en de voeten. Kijk dit. En dan geen spannend muziekje erachter, maar een gezellig liedje. Fantastisch. Het leukste aan horrorfilms vind ik de effecten die zich in de film zelf bevinden, zeg maar, en hoe die precies vervaardigd zijn. Want het is een hele kunst om een verhaal te hebben dat ondersteund wordt door de effecten en zo. En ik wil zelf ook mijn beroep van special effects gaan maken. Maar voorlopig moet ik dan ook die horrorfilms maken om die special effects, zeg maar, erin te kunnen verwerken. Er bestaan verschillende soorten horror. Je hebt de undergrounds, de cults en zo. Dat zijn van die erg onbekende, very low budget films. Je hebt splatters. Dat zijn over het algemeen hele vieze, bloederige, leuke films. En je hebt ook commerciële films en zo. Dat is nu dan geworden A Nightmare on Elm Street. Deel 6 is heel erg commercieel. Ik kijk echt alles gewoon. Ook vooral naar de effecten dan. Want ik kijk, dat is misschien ook wel minder leuk dat ik de films echt als effect zie. Ik zie ze echt gewoon van hoe hebben ze dat gedaan en zo hebben ze dat gedaan. De effecten en zo. En de spanning was voor mij ook op een gegeven moment weg van de horrorfilm. En ging ik overstappen op de realistische Faces of Death-achtige films, dat soort dingen. Maar daar ben ik inmiddels weer van afgestapt, omdat het gaat gewoon te ver. Help me! Oh my god! Ik denk dat er toch altijd mensen blijven die even van de realiteit willen ontsnappen. Even iets mee willen maken dat enger is dan hun eigen situatie. Ja, een hoop mensen die vinden het daarom gewoon niet serieus. Omdat ze zoiets hebben van, ja, maar het kan niet echt gebeuren. Nee, maar juist omdat het niet echt kan gebeuren, wil ik dat dus zien, wil ik dat beleven. Ik bedoel, wil ik die fantasie hebben. Het gros keurt het gewoon af. Ik bedoel, mijn ervaring daarmee is dat je toch vaak een stempel op je voorhoofd krijgt. Als van, Jezus, die jongen die kijkt alleen maar van die zieke films. En dan zal zelf ook een steekje bij hem los zitten. En dat is over het algemeen toch wel de mening erover. En
Als ze dan niet denken van dat er een stijkje bij los zit, dan zeggen ze van, ah, het is maar een horrorfilm. Zo van, nou, dat is zo'n beetje het ergste wat je tegen een regisseur bijvoorbeeld kan zeggen van een horrorfilm, of iemand die helemaal gek is van horrorfilms. Het is maar een horrorfilm. Ik bedoel, zoals ik al zei, het bepaalt 80% van mijn leven. En als dan iemand zegt van, ja, het is maar een horrorfilm, dan heb je me behoorlijk op de kast. Ja, vaak door mensen gezegd, ja, ze gaan alle ongure types naartoe, naar een horrorfilm. Maar ja, dat denk ik niet. Maar ook bijvoorbeeld, wat leuk is natuurlijk het Weekend of Terror. En nou, ik ben er zelf ook geweest dan. En nou, dat is fantastisch. Kijk, dan gaat het weer niet echt meer om de film op zich. Want er zijn natuurlijk altijd van die lijpe figuren om je heen die de aandacht weten te trekken. En, maar ja, dat is heel erg leuk. Dat is echt, nou, dat vind ik echt heel leuk dat zoiets georganiseerd wordt. Iedereen is dan, nou niet iedereen, maar de meesten zijn dan horrorfreaks. En dan voel je zeg maar als één, ja het klinkt geen één familie zeg maar, van horrorfilms kijken en gewoon de pest aan al die anderen en gewoon, wee. Ik denk dat het publiek zich meer identificeert met de moordenaar of zo. In de zin van, ja, daar gaat het allemaal om. Maar dat is bij de fans zo. Iemand die absoluut niet van horrorfilms houdt, die, ja, die vindt het afschuwelijk. En die vindt zo'n Jason dan ook een afschuwelijke vent of zo. En het is leuk als er dat soort mensen in een zaal zitten. Dan heb je als wel liefhebber zeg maar, van de horrorfilm natuurlijk helemaal je doel bereikt. Zo, als er echt mensen zijn die echt gechoqueerd zijn, dat is leuk. Maar ja, ik weet niet, het zijn gewoon helden. Daarvoor ga je naar zo'n horrorfilm. En je gaat niet om te zien van dat alle goede de slechte alleen maar pakken of zo. Nee, ik weet niet. Maar nogmaals, het is puur fantasie. Ik bedoel, als ik een... zoals Savini al zei, Tom Savini, special effects maker. Die zegt ook van ja, als ik juich, als ik zie dat er een kop afgehakt wordt, dan juich ik niet omdat er een kop afgehakt wordt, maar omdat iemand mij doet geloven dat er een kop afgehakt wordt. Dus ja. Het leukste is het applaus bij iedere moord die in beeld is. Normaal zit je in de bioscoop en moet je altijd heel erg stil zijn. Dan mag je niet eens met je chips kraken. En bij dit weekend is het tegenovergesteld. Je moet zoveel mogelijk geluid maken. En bij iedere spetter bloed die in beeld is, wordt luid toegejuicht. Dat is heel apart. Vorig jaar is er ook een tijdje een rondtrekkend festival geweest, ook van Jan Doensen, zijn organisator. En dat was, nou, viel een beetje tegen, want daar bemoeide niemand zich met de film. En als daar een keertje hoer werd geroepen, dan iedereen... Maar dit is veel leuker, het slaat helemaal nergens op om hoer te roepen als er een klein meisje of zo in beeld verschijnt. Maar omdat het nergens op slaat, wordt het juist wel heel erg grappig. Vrouwen zijn, vind ik wel genoeg zeggen dat het niet echt een mannenwereld is. En ik denk dat het voor een deel te maken heeft met
dat het veel bloed en zo is, dat het dan toch een soort van macho en dus mannen. Maar als je eenmaal gaat, dan ben je ook wel verkocht. I guess everybody's ready to see a movie. I hope you'll enjoy the Necronomicon because it was made for you. Thanks a lot. Hij kotst gewoon bloed. Nou, dat is dan het bloed. En het slijm. Dan wil ik even overschakelen naar een assistent van mij. Dat is Casper Vincent. En ik ga dus zijn arm opensnijden. Even kijken hoor. Zo. Nou, ik breng het een beetje heel erg grof aan nu. Dit moet dus straks zijn arm lijken. Het moet dus nog een heel stuk gladder gemaakt worden. Het is heel moeilijk om in de filmwereld zeg maar, om erin te komen. Je moet echt inrollen. Want er zijn heel weinig opleidingen wat dat er gaat, zeg maar. En vooral in Nederland is het wereldje helemaal klein. Want, daar zou ik echt voor naar het buitenland moeten. Yeah. Dan gaan we hier snijden. Zo kun je dus iemand snijden. Nog een paar keer. Kan ook mijn naam erin schrijven. Dit mesje heb ik uiteraard eerst bot gemaakt. Voordat ik ging snijden. Anders zou ik hem natuurlijk echt gigantisch snijden. En zou het effect natuurlijk heel erg realistisch eruit komen te zien. Maar... nee, het is dus helemaal bot gemaakt, dat mesje. Zal ik nog hapjes eruit nemen? Ik geloof gewoon niet dat iemand psychisch zo in de war raakt door het zien van een horrorfilm. En ik geloof ook zeker niet dat iemand door het zien van vuil horrorfilms geweld als normaal beschouwt of zo. Omdat het in horrorfilms dan altijd gebeurt. Dat zou dan namelijk betekenen, als dat wel zo zou zijn, dat ik geweld heel normaal vind. En ik ben absoluut tegen geweld. Ja, als het nodig is, dan zal ik mezelf verdedigen. Maar ik ga het zelf zeker niet opzoeken. Sterker nog, als je nou kijkt naar oorlogsbeelden op het journaal. Nou, die zie ik liever niet hoor. Dat is echt geweld en dat is wat mensen elkaar echt aandoen. En dat is geen fantasie meer, maar dat is realiteit. En ik denk dat dat veel erger is. Ik bedoel, ja, nee, ik vind het onzin. En ik word ook best wel kwaad over als mensen dat echt denken of zo. Naast de special effects doe ik voorlopig de regie dan van mijn films en ja, meerdere dingen, zoals script geschreven en organisatie en dat soort dingen. Maar als ik op een gegeven moment opleidingen heb gedaan, dan ga ik dus verder alleen geconcentreerd op de special effects. En dat zal dan ook veel beter worden, omdat je dan geen andere dingen aan je hoofd hebt. Nou Marco, je kunt best denk ik van die kant afkomen, hè? Dan straks met Dieter, dan als we dan zoveel meer hebben, we geen tegenlicht. Is goed. Oké. Okay. Ja, bloed. Ik word gesponsord door Apotheek Gauka. Die geeft me dan van het zeg maar poeder. Dat kun je dus vermengen tot zeer realistisch uitziend bloed. En dat is dan weer heel mooi dat ik gesponsord word. Want anders dan kost het allemaal veel te duur. Want als je bijvoorbeeld een potje bloed moet kopen, ben je al snel 8, 10 gulden, 15 gulden ben je al snel kwijt. Action! Cut! Ja, die is perfect, hè? Ja. Daar kan ik al. Nog een keer doen. Oké, okay. Stilte UB, action!
Goed. Zeg maar, ja. Cut. Kan. Ja, oké. Okay. Even kijken. Dan moeten we in de deuropening gaan staan. En dan dat ze naar de camera toe komen. Ja, is goed. Action. 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 Nog steeds, hè, de valse piano. En Halloween bijvoorbeeld ook al gebruikt. Het is mijn favoriete stuk filmmuziek. En ja, This Is Me gewoon, echt. Zeker wel voorspelbaar soms. Het is dan ook leuk omdat je altijd op zoek bent naar de film die dan niet voorspelbaar is en die je ineens wel bang maakt. Want het maakt me al heel lang niet bang meer of zo. Absoluut niet. Een van mijn favorieten is en blijft De Funhouse van Toby Hooper. Het gaat over een aantal jongeren die zichzelf opsluiten in een spookhuis. Daar getuigen zijn van een moord. En de moordenaar komt erachter. En ze komen dan ook het hele spookhuis niet meer uit. En worden stuk voor stuk geslacht. Ik bedoel, ja, oké, misschien bekend gegeven, maar dat was een van de weinige films waarbij ik af en toe nog echt me rot schrok. En die gewoon spannend is. Maar ik denk dat een aantal dingen, een aantal taboes doorbreekt. De re-release van Cannibal Holocaust, want het is al een oudere film, maar nog maar pas uit op video. Ik denk dat die wel behoorlijk wat opschudding teweeg brengt. En dat is iets waar special effects heel goed in zijn. Maar er worden bijvoorbeeld ook dieren in vermoord. En dan heb ik toch zoals zoiets bij van, moet dat nou, weet je wel. Snuffmovies, dat zijn films waarbij mensen echt vermoord worden. En voor die film ook echt. Het doel is dus alleen maar om gewoon zo'n ziek mogelijke film te maken waarbij we echt iemand slachten. Nou, dat doen wij dus niet. Tenminste, ik niet. En ik vind iedereen die zo'n film ook gaat zien, is wat mij betreft net zo strafbaar als de maker ervan. Ik bedoel, dat is niet creatief meer. En jij gaat het niet echt mensen vermoorden, alleen omdat je een filmpje wil maken waarmee je veel geld kan verdienen. Ja, Faces of Death, dat is een film. Dat rekenen ze dan onder de horror. En dat is dus realistisch. Er zijn gebeurtenissen die bij toeval door amateur cameramensen of verboden CNN-opnamen die nooit uitgezonden zijn, bijvoorbeeld in één film gepropt zijn. En het zijn allemaal korte stukjes van gebeurtenissen met realistische ongelukken. Bijvoorbeeld mensen die van een gebouw afvallen of zelfmoord dingen en dat soort dingen. Nou, dus ik keek dat en ik kreeg echt een naar gevoel. Een nare nasmaak. Ik was een Mona Toesje aan het eten. En met bonkjes erin van kersen en zo. En nee, hoeft echt van mij niet. Dus nee, echt niet. Goedemiddag. Dat ziet niet het beste uit. Komt even mee. Blijf even zitten.
Kat. Zeg, die is erg goed. Ja, mooi. Action. Dat ziet er lelijk uit. Kun je misschien vertellen hoe het ontstaan is, dit wondje? Ik heb me geprikt. Ik heb nooit zo'n wondje gezien. Het is moeilijk om een diagnose vast te stellen. Die miste ik. Met mijn film wil ik weinig vertellen. Ik wil meer het publiek laten genieten van een opname. En natuurlijk, het is ook voor de mensen die eraan werken leuk om... kijk, alles is natuurlijk vrijwillig. En dat vind ik heel erg fijn dat natuurlijk die mensen mee willen doen. Dat kun je heel erg steunen, Annick. Mike heeft het script uiteraard geschreven en heeft heldere ideeën over hoe hij de special effects eruit zal laten zien. Maar hij heeft niet alles puntje voor puntje precies uitgekind. Daar komt een hele hoop extra fantasie bij. Dus op die manier heb ik een hele leuke werkrelatie met hem. Omdat het een beetje... Ja, van beide kanten komt de creativiteit en fantasie naar voren. En dat is heel leuk werken. Wat ik van Mike leer is enthousiasme en zelfvertrouwen. Want Mike is heel erg enthousiast en ambitieus bezig met zijn film. En op die manier komt je eigen werk en je eigen enthousiasme ook wat verder naar voren, vind ik. Frank! Je zit bij mijn mond, hoor. Ja, dat bedoel ik. Frank! Zoiets? Oké, nu ben je serieus. Zoiets, ja. Action. Ja, want dan komt er natuurlijk een handschoen... Nee. Zoals je het hebt gezegd, nog iets later, maar je zei het goed. Is zo, hoor. Ja. Okay. Action. Ja, maar dan komt u natuurlijk Hans. Kat, goed? Ja. Hè? Deze film komt in meerdere videotheken over het hele land. En ik wil hem, als hij goed gelukt is en als ze natuurlijk tevreden over zijn... ook naar het buitenland voeren. Dit stuk is leuk. Filmpje wat ik zelf heb gemaakt eeuwen geleden met een groep vrienden van mij. Meer voor de gein gewoon. Dus niet, dit stukje van komt uit een groter filmpje. En dit stukje was gewoon niet serieus. Dat was echt comedy horror, zeg maar. En voor het eerste wat ik heb gemaakt vind ik wel redelijk geslaagd, eerlijk gezegd. Ik streef naar onafhankelijkheid. Dat wil zeggen dat het niet een of andere geldschieter of producent of wat dan ook tegen mij komt zeggen van ja, je moet dit anders doen en je moet zus doen en zo doen. Ik denk dat je daar ook recht op hebt, omdat ik zelf ook een scenario schrijf. Ik heb er weinig trekking om dan te zien hoe een ander je kindje, om het dan maar zo te noemen, afslacht. Ik hoef geen relatie, niet meer. Dat heb ik gehad. Ik maak duidelijk gewoon een keuze voor mijn beroep als filmmaker. Ik kies gewoon voor een carrière. Ik heb gewoon gemerkt dat een relatie daar gewoon niet in past. Omdat, ja, als je een film gaat maken, dan ben je dat toch 3 maanden tot een jaar mee bezig. Waar je dus helemaal in zo'n film stort. En ik denk gewoon dat een relatie daar gewoon niet in past. Dat je daar geen tijd meer voor hebt. En het zou toch zonde zijn als het daarom stuk zou lopen. Dus dan maar helemaal geen relatie. En daar kan ik goed mee leven. We'll tear your soul apart. Mijn ouders die vinden het ook leuk en die steunen me zelfs. In het... maken ervan en zo. En financieel natuurlijk ook. Want als je ouders bijvoorbeeld niet mee zouden werken, dan lukt het echt niet.
Even kijken, hij moet dus eerst gaan bloeden of eerst gaan imploderen? Eerst imploderen en dan bloeden. Oké. Okay. In mijn eerste film heb ik dus mijn ouders vermoord in die film, maar in de realiteit soms heb ik iemand vermoorden die heel erg goed meewerkt en zo. En trouwens, ik vermoord niemand. Ik ben heel lief. Stilte UB. Action. Weg, hè? Ja. Is er een lek in of zo? Ja, ik leef natuurlijk wel een beetje in een wereldje van horror. En als ik maar bijvoorbeeld een gebruiksvoorwerp zie, dan denk ik er al ineens een heel verhaal bij. Ja, ook op school als ik bijvoorbeeld tekenlessen heb, dan uit ik toch mijn eigen horror ideeën, zeg maar, in mijn tekeningen. En ja, verder ben ik er altijd mee in mijn hoofd eigenlijk een beetje aan het denken van hoe ik weer een volgende film zal aanpakken en dat soort dingen. Shit. Dat was het laatste beetje lucht. Ja. Het kijken beschouwd is, wordt het helemaal niet serieus genomen door in ieder geval het publiek niet. Maar ook vaak door makers ook niet, want bepaalde films die zijn gewoon heel erg lachwekkend gemaakt. De horror wordt eigenlijk bespot. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Alleen, je moet er geen verkeerd beeld van krijgen. Van dus denken alleen maar bloed. Maar ik kom veel meer bij kijken.